make a fidi. You love be nice, I mean money more. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino, nalosimio, di shamyangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, lem FM holy mino, nalosimio, di shamyangai. Lem FM bosimino, de achebon fudim jangai. Ya yeah, man, dele model, I tell. Driemaal is scheepsrecht. Goedendag, welkom. Welkom tot het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmc.com. Er is vandaag 16 april. Dinsdag 16 april. Liefbaarheid en veiligheid brokkelen af in Suriname. Gezonde normen en waarden nemen af. Dat is de beleving van BEP-fractieleider Ronnie Asabina. We hebben als samenleving niet gekozen voor een bananenrepubliek, zei de BEP-fractieleider. Is er op papier een veiligheidsplan? Vroeg Asabina. Zich af in de Nationale Assemblée. Brigades en escades, knokploeken, voorzitter. Duiken op, voorzitter. Kortom, leefbaarheid en veiligheid brokkelen af. Met andere woorden, voorzitter, we zijn in de ban van onheil, van onrecht en ondeugd, voorzitter. Gezonde normen en waarden, voorzitter, die met rassenschreden achteruit gaan, voorzitter. In deze Suriname leven wij, voorzitter, anno 2024. We vrij recentelijk, voorzitter, is de samenleving opgeschrikt door een laffe aanval op een burger, een criticus, een activist, voorzitter. Ook wij eisen een diepgaand en onafhankelijk justitieel onderzoek naar bedoeld gebeuren, voorzitter. Idem opsporen, vervolgen van de verdachte en de ten uitvoerlegging van straffen en maatregelen aan de daders. Meneer de voorzitter, als samenleving hebben we niet gekozen voor een bananenrepubliek, waar de macht van de sterkte geldt. Wij hebben niet gekozen, voorzitter, om te wonen in een land der blinden waar één oog koning is, voorzitter. Niet waar burgers het in eigen handen nemen, voorzitter. Nee, we hebben gekozen voor een democratische rechtsstaat, voorzitter, waar burgers in alle rust kunnen leven en mogen leven en naar behoefte en vermogen kunnen werken aan hun eigen toekomst, voorzitter. We hebben een aantal vragen, voorzitter. We willen weten of er op papier een veiligheidsplan is en op programma. Zo ja, welke periode beslaat het, voorzitter? Welke de concrete doelen zijn die reeds zijn gehaald, voorzitter? Concreet, hoe ziet de beoogde landelijke reductie van criminaliteit in aantallen en in percentage eruit? Wat is het vastgesteld tekort in de rechtshandhaving? En hoe denkt de regering het komend jaar dat in het komende jaar terug te brengen, voorzitter? Terug te dringen.
Waaruit bestaat de veiligheidsketen? Beter gezegd, voorzitter, met welke andere partners in het rechtshandhavingsketen, voorzitter, wordt er samengewerkt? Die vragen, die informatie hebben we niet gehad, voorzitter. Op welke wijze stimuleert justitie, voorzitter, dat samenwerkingsverbanden tussen actoren in het rechtshandhavingsketen en plaatsvindt, voorzitter? Wat zijn de speerpunten van de gekozen veiligheidsstrategie? De minister sprak over dat de zichtbaarheid en zal worden vergroot, voorzitter, met extra. Hij had het over 200 recruten, voorzitter. Maar keer op keer, voorzitter, is er hier aan de orde gekomen dat meer dan 300 politieambtenaren onttrokken zijn, voorzitter. Ja? En worden belast, ingezet om hooggeplaatsten, ja, zelf DNA-leden en directeuren van parastatalen te bewaken, voorzitter. Dus wij vinden dat dat teruggebracht moet worden. Wij hebben een concreet voorstel om dat terug te brengen tot 1%, voorzitter. Want er zijn speciale eenheden die zijn opgeleid om hoogwaardigheidsbekleders en te beveiligen en te bewaken. Maar die worden niet ingezet, voorzitter. We zien zelf de laatste tijd, voorzitter, dat heel veel en mannen, voorzitter, toegelaten worden tot de veiligheidsdienst en inlichtingendienst, voorzitter, zonder enige vorm van profielschets, voorzitter. Geen wonder, voorzitter, dat we situatie krijgen van mogelijke, voorzitter, infiltratie, ja, van de onderwereld, voorzitter, in officiële en of korps en diensten, voorzitter. Dat ze hun tentakels daar hebben, voorzitter. En dat is iets om erover te praten, voorzitter. Voorzitter, om door te gaan, willen we weten, voorzitter, wat er van waar is. Nee, laat maar zeggen, we weten dat criminaliteit niet bij de grens ophoudt, voorzitter. En we weten, er wordt vaak gesproken over grensoverschrijdende en aspecten bij de criminaliteit. En we willen vernemen graag wat de uitwerkende resultaten zijn van die samenwerkingsverbanden met de Fransen. We weten dat niet lang terug, voorzitter, de Fransen en de minister van Juspol een bliksembezoek heeft gebracht aan Suriname. Voor mij met een, ik zou bijna willen zeggen, met een private voorzitter. En bij die gelegenheid zijn er samenwerkingsverbanden en getekend. Wat is de uitkomst, voorzitter, van die samenwerkingsverbanden, voorzitter? Om door te gaan, voorzitter, we vernemen graag hoe het staat met nazorg aan ex-gedetineerden. Ja, het aanpakken van stelselmatige dader en jeugdcriminaliteit, voorzitter. Ja, resocialisatie, zo boem. Als ik mij niet vergis, is onze wet aangepast op het gebied van taakstraffen. Maar meneer, je voert maar naar strategie, de magie van taakstraffen, voorzitter. Waarom gebeurt dat niet? Waarom is de wetgeving op dat gebied aangepast? Slachtofferzorg, voorzitter, is een belangrijke uitdaging. Ja, is er een slachtofferfonds, voorzitter, bij gewelddelicten? Zo niet, waarom niet? Want we zien dat de criminaliteit stijgende is, voorzitter. Ja? We vragen aandacht, voorzitter, voor gerichte preventieprojecten, voorzitter. Ter illustratie, voorzitter, we zien dat zaken die misdrijf bevorderen, voorzitter, zoals alcoholmisbruik, voorzitter. Ik zie niet dat er daar op dat gebied wordt opgetreden, voorzitter. Gewelddadige beelden in de media, voorzitter. Met name op social media. Geen enkele en handelingen zien wij in directe, voorzitter. Voorzitter, we gaan door. Voorzitter, wij vinden dat een belangrijke oorzaak dat maakt dat misdrijven niet worden opgelost, voorzitter, is de verdeling van het politiebudget. Het is niet in lijn, het ligt niet in lijn, voorzitter, met de criminaliteitsdruk in een gebied. Daarom vragen wij aandacht voor de gelijkheid in de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de politie. Zo boem, ongelijke handhaving en geen gelijke beschikbaarheid, voorzitter. We hadden ook in het boven Suriname gebied, voorzitter, waar was er politiezorg? Meneer de Mapoering, zeide. Ronnie Asabina in de Nationale Assemblée.
We blijven nog even bij het parlement. Ik laat u zo meteen horen de collega van Asabina. Dat is de fractieleider van de ABOP Obed Kanapi. Bij het bestrijden van de criminaliteit is de voorlichting volgens hem erg belangrijk. Als ook modellen die eerder gewerkt hebben. Zoals bijvoorbeeld de buurtmanagers, zei Kanapi. Als we weten dat bijvoorbeeld, op basis van de inlichtingen die er bestaan, dat onbeveiligde kleinstalige goudmijnbedrijven grote risico kunnen oplopen om beroofd te worden, dan moet de regering het besluit nemen om hen beter te beveiligen. Als dat niet kan gebeuren door de politie, dan laat het gebeuren door militairen. Want Aladdin kopro go ala go to sane manda de roko. Uiteindelijk wist van de roko en dan een kwek zonder een kwek. Gaat het via de centrale bank het land uit en we verdienen eruit. Dus die veiligheid van zij die in de kleinschalige mijnbouwsector zitten, verdienen het om beveiligd te worden. Want daarmee verdedig of beveilig je het Surinaams belang, onze economie. Om het te versterken. Een simpele keuze. Van 3 of 4 militairen op goudvelden die potentieel kunnen worden aangevallen. Die aanwezigheid is belangrijk. Want wanneer je daar aanwezig bent, wees niet gewoon aanwezig. Is de biwiki dan wat cognac, is dan wat sababrede als militair. Maar onderwijs zij die je bevelen over wat ze moeten doen uiteindelijk als ze worden aangevallen. Meneer de voorzitter, die gelegenheden die er zijn maken dat daders plannen kunnen uitwerken en die ten uitvoer kunnen brengen. Gelegenheid maakt de dief, zegt men toch? Meneer de voorzitter, niet alleen in de goudvelden, maar ook als je kijkt naar wegen of bepaalde buurten in Paramaribo, Wanica of noem maar op. Slecht belicht. Maar behalve slecht belicht, zijn ze slecht begaanbaar. Zijn ze soms zijn soms verlaten wegen. Ik praat er niet over. Zijn de kranten die schrijven over lijken die worden gevonden in verlaten gebieden. Maar stel je voor als daar die gelegenheid er niet was, zou die handelen niet daar gepleegd worden? Zou de personen of degenen die daar daders zijn, andere locaties uitkiezen om die handelingen uit te voeren? Gelegenheid maakt de dief, meneer de voorzitter. Maar ook, ik heb, ook als het gaat om de slachtoffers, die educatie die ze meekregen, die voorlichting die ze meekregen. Ik zag in het verleden, had je een bekende stem op de radio, op tv, die info gaf in de Sranang. In Sranang. En de Surinamer uitlegde, hoe stel je jezelf veilig, hoe zorg je voor je eigen veiligheid, zonder dat de politie daar alvast handeling kan plegen. Hoe zorg je ervoor dat je auto beveiligd is? Hoe zorg je ervoor dat jouw auto eigenlijk geen boeven aantrekt of je huis? Hoe zorg je ervoor dat je huis goed beveiligd is? Meneer de voorzitter, ook bestaat er niet een bepaalde, want we praten over dieven en al zo'n ding, maar ook brandveiligheid is belangrijk. Een tijdje geleden had je dat de brandweer brandmelders verkocht of aan de samenleving bood. Meneer de voorzitter, die zaken hoor je niet meer of je ziet het niet meer op tv. Daarmee maak je mensen bewust van hoe je het ook keert of draait. Eenmaal 24 uur, wees alert. Dus de voorlichting is belangrijk en die aanwezigheid van die boodschap naar die samenleving toe, meneer de voorzitter. Die voorlichting, maar ook programma's die hebben gewerkt, moeten we beter gaan ondersteunen. Buurtmanagersprogramma, meneer de voorzitter, is een hele goede programma
als het die ondersteuning krijgt. Want het is de politie aanwezig dicht bij jou. Voor elk probleem dat er is, is er iemand aangewezen naar wie je kan stappen met het probleem van de buurt. Conflicten in de buurt. Of dat je misschien een verdachte situatie tegenkomt. Als die ondersteuning wordt gegeven aan deze diensten, dan denk ik dat we daarmee die veiligheid bevorderen. Maar ook, als je hebt nagedacht over de gelegenheid, over de slachtoffers, moet je nadenken over de daders. Je moet in hun schoenen kunnen stappen toch? Om te kunnen, Sanka make me fufuru, no, de if was and de fufuru. Ja toch? Want als je daarover begint na te denken, dan ga je ook beleid gaan uitwerken. Van hoe kunnen we mensen ontmoedigen? Als de inlichtingendienst informatie verschaffen over mensen, individuen, personen, groepen van mensen, die potentiële daders kunnen zijn in de criminele sfeer, waarom laten we ze zitten totdat ze een handeling plegen? Waarom worden ze niet opgeroepen? Al is het niet in de media, maar beticht de persoon erop van, we weten dat je bezig bent. Als je één handeling pleegt, gaan we je oppakken. Spoor ze op. Als je harde informatie hebt, toch? Van dat kan gepleegd, dat die, zo iemand of deze groep van mensen kunnen potentiële daders zijn. Roep ze op. Heb een gesprek met ze. Hoor de maar CBD. Observeer hem aan. Neem maar zo ontmoedig je het gedrag. Want het gedrag kan je niet dusdanig gaan bepalen. Daarom is het zo moeilijk, als het gaat om veiligheid, om aan te geven wat je zal aanpakken. Je zal moeten werken aan de mensen. Maar het makkelijkste dat je kan doen is werken aan gelegenheid. Hubert Kanapi van de ABOP, de fractieleider. Hij sprak ook over de criminaliteit en de modellen die eerder gewerkt hebben, moeten we weer implementeren zoals dat van de buurtmanagers althans meer inhoud aangeven. De voorlichting is volgens Kanapi ook heel erg belangrijk. Eerder hebben wij u ook laten horen de fractieleider van de BEP, Ronnie Asabina, die dus constateert dat de leefbaarheid en de veiligheid aan het afbrokkelen zijn. En hij heeft laten optekenen dat wij als samenleving niet gekozen hebben om in een bananenrepubliek te wonen, te blijven. Wij laten nu een fragment horen, of althans een belangrijk deel uit het gesprek. Het gesprek met ambassadeur Ashna Kanhai. Zij had niet verwacht dat de president zich aan de Chinese leider zou presenteren als boodschapper van president Irfan Ali. Santokhi heeft een brief, een gezamenlijke brief van de Surinaamse en Guyanese presidenten overhandigd aan het staatshoofd van China betreffende de bouw van de brug over de quarantaine. Kanhai had verwacht dat dit beter en anders overgebracht had kunnen worden. Wat mij opviel was dat het staatshoofd een brief heeft gebracht voor het Chinese staatshoofd. Een officiële brief, welke hij ook namens president Irfan Ali van Guyana heeft overhandigd. En ik vond dat wel grappig, omdat het gaat om twee soevereine staten. Onze president vertegenwoordigt uitsluitend de Republiek Suriname. En zou hij dus niet de boodschappenjongen kunnen zijn van een andere president, van een andere soevereine staat, die soevereine staat vertegenwoordigt. Dus het brengen van een brief namens een andere president lijkt mij een onmogelijkheid. En geeft aan dat misschien onze president zich laat lenen om dat wat president Irfan Ali niet zelf kan of wil doen, te doen. Maar ze gaan ervan uit, neem ik aan, dat het gaat om een gezamenlijke brug die de beide landen willen bouwen. Ja, dus daar komen we dan weer op. Dus die brug is gezamenlijk, toch? Want dat moeten we dan uit dit bericht halen. Is het een gezamenlijke brug?
Want als u een brief over die brug gaat overhandigen, welke u namens een andere president, terwijl u op een staatsbezoek bent. U bent dus het is niet gewoon even, ik stuur die brief. U hebt die brief overhandigd en u hebt daarbij de boodschap meegegeven dat u het doet ook namens een andere soevereine staat. Ik vraag mij af in hoeverre dat ook een taak is van onze president om brieven te brengen namens andere staatshoofden. En ik denk dat hij die taak niet heeft. Een ander gegeven is dat onze president leiding geeft aan ons buitenlands beleid. Ons buitenlands beleid. Dus lijkt mij onmogelijk dat hij een boodschap, al is het dezelfde boodschap, al is het de identieke boodschap, overbrengt namens een ander staatshoofd. Ja, maar hoe zou dan dat verzoek gedeponeerd moeten worden? Ik neem aan dat Guyana een ambassade heeft in China. En die president, als een ambassadeur in China had kunnen zeggen, wanneer de Surinaamse president daar is, eenmaal hij gaat, gaat hij zijn brief zelf overhandigen. Dan sturen wij de onze. En dan kan het identiek dezelfde brief zijn. Maar dat is eentje van Guyana en eentje van Suriname. Ik kan me niet voorstellen, want dan hebben wij dus ons buitenlands beleid met Guyana eigenlijk in een soort van gezamenlijkheid, verenigd. En dat kan niet, want het zijn twee soevereine staten. Dus dat, zo had het moeten kunnen worden gedaan via de ambassade van Guyana in China. En dan had men kunnen plannen om het op datzelfde moment te overhandigen. Ook had president Santokhi kunnen verwijzen dan naar de brief van zijn Guyanese collega die ook naar China is gestuurd. Maar u gaat niet een brief daar brengen en zeggen het is namens een andere soeverein. Namens de president van een andere soevereine staat. Zo werkt het niet. Ja, en valt zo een handeling dan ook de Chinese top op? Absoluut zal het ze opvallen, omdat, kijk, we zijn al kleinere landen in dit soort grote mogendheden hun ogen. En als je dan ook nog eens een keer, als morgen China ervan uitgaat dat Suriname en Guyana één staat zijn of één partner zijn in die relatie, dan moeten we daarvan niet vreemd opkijken. Misschien heeft het iets te maken met dat Chinees bedrijf dat het project is gegund. Ja, en dan gaat China zeggen, oh, Chinees bedrijf, oh, wat leuk. Eigenlijk maakt het ons niet uit of er nou 10 andere landen zijn of 15 andere landen. Het punt is dat je aangeeft dat je in de uitvoering van het buitenlands beleid niet weet hoe het hoort. En dat valt natuurlijk op. Ja, al met al los van dit verzoek, bent u van mening dat er wel sprake is van een hoogtepunt? En dat de relatie tussen Suriname en China op een correcte wijze wordt voortgezet? Ik denk dat wanneer u vraagt om ontvangen te worden, is het anders dan wanneer u bent uitgenodigd om te komen. En aan ons is via de media nooit kenbaar gemaakt dat de president is uitgenodigd door zijn Chinese ambtsgenoot. Dus de vraag is nu, is er sprake van het forceren van dit bezoek geweest? En is dit bezoek dus het gevolg van het forceren? Had dit bezoek op een andere manier kunnen plaatsen, of het doel van dit bezoek op een andere manier kunnen worden bereikt? Dan had ik ervoor gekozen om, juist omdat we in 2019 al een staatshoofd op bezoek hebben gehad, want het is een hoogtepunt als een staatshoofd bezoek brengt, maar vaak gebeurt dat op uitnodiging. En als men een uitnodiging heeft geforceerd, dan geeft dat alleen maar aan hoe dwangmatig men eigenlijk is met betrekking tot het ondernemen van buitenlandse reizen. Ja, ik kom terug op die brief, want er staat wel expliciet in de berichtgeving van CDS dat het dus gaat om een gezamenlijke brief. En dat stak mee. Mm-hmm. Dus dat vind ik, en men gaat zeggen van ja, ze heeft altijd kritiek, maar als het nu twee brieven waren, daarvoor hebben we ambassades. Mm-hmm. President Irfan Ali heeft een buitengewoon en gevolmachtigde. Dat is die man zijn gemachtigde heeft. Hij daar in China. Dus had die brief van hem namens Guyana
zo moeten worden gebracht naar de Chinese president. En onze brief. Eenmaal de president er was, heeft hij kennelijk die brief zelf afgegeven. En als het identiek dezelfde brief is, qua inhoud, dat geeft niet. Mm. Maar u kunt niet als staatshoofd een brief van een ander staatshoofd of een gezamenlijke brief over het onderwerp sturen. Als die brief gestuurd moet worden door president Irfan Ali, doet president Irfan Ali dat via zijn ambassade, als hij niet zelf kan af of wil afreizen. En bij mij is ook de vraag, is de bezorging van deze brief het doel van het bezoek geweest? Daar hebben we wel heel veel geld uitgegeven weer voor een bezoek. En wanneer heeft het tegenbezoek plaatsgevonden? Want meestal is het om en om in diplomatie, voor zover ik weet, wanneer het gaat om staatsbezoeken. Dan is er een soort om en om situatie geweest. Maar ja, want wij zijn 3 keer op het hoogste niveau geweest. En ook in het geval van bijvoorbeeld India. India heb ik een beetje gevolgd van dichtbij. Is president Santokhi geweest. Mm-hmm. En dat was pending omdat in 2018 de president van India is geweest. Ja, op uitnodiging van ons staatshoofd toen in 2014 was er uitgenodigd. 2016 is die uitnodiging benadrukt of herhaald. Toen is er in 2017 is men begonnen met vanuit de Indiase zijde van inderdaad, wij gaan wel naar Suriname, want dat moet je ook een jaar van tevoren doen. Een jaar van tevoren is eigenlijk al bekend in goed georganiseerde landen hoor. Mm-hmm. Wanneer dat het staat zo volgend jaar gaat naar zo'n land of zo'n land. In ons land gebeurt het waarschijnlijk gewoon impromptu. Morgen gaat de president naar daar en overmorgen gaat hij naar daar. Dus dat, wij zijn wat dat betreft een beetje uniek. Maar in het geval van India is er in 2018 en toen is er in 2000, als ik me niet vergis, is president Santokhi toen gegaan. Het was in 2022, dacht ik. En in 2023 is het India staatshoofd gekomen. Zo werkt dat. Wanneer ik kom, geef ik u een uitnodiging om weer te komen. En kennelijk is er een uitnodiging gegeven aan onze president. Maar we weten niet dat die uitnodiging is gegeven. En ik vermoed dat het er niet is. En dat zei Ashna Kanhai, ambassadeur buitendienst. Ze had niet verwacht dat de president zich aan de Chinese leider zou presenteren als boodschappenjongen. Tot zover deze nieuwsuitzending op Lim. Bedankt voor uw aandacht.